Goedemiddag, het is prachtig weer. Ik heb net een pizza op, ik heb lekker gegeten. Ik ben net terug van werk en omgekleed en zo. En ik ben er even bijgepraat. Zo gezellig. Even begeleid zijn de buren over gesproken. Heel kort even bijgepraat. Ik heb de laatste dagen, afgelopen dagen, niet zo veel geüpdate heb ik. Ik was heel druk en ik was heel moe zelf, maar dat is onzin. Ik moet gewoon updaten. Ik heb gewoon YouTube kanaal, moet gewoon bij blijven houden. Ik heb mijn vakantie zitten vorig jaar aan. Ik heb een vriendin uitgekozen mij. Superleuk. Goede chic mee. Leuke broek heb ik aan. Zit ook lekker. En ik zit te denken. Het is prachtig weer. Hoe gaaf zou het zijn als ik vanavond een stukje in de weg ga. En vanavond een aantal foto's ga maken. Ik ben ook heel moe, dus dat doe ik niet. Ik blijf lekker thuis chillen. Ik ga deze vlog uploaden. Ik ga een biografie opnemen. Ik had zo'n linkje gepakt. Ik ga hem aan de kant zetten. Misschien ga ik een boodschappen doen. Ik heb een armbandje inbrengen. Ga ik laten maken. Heb ik nog nieuws? Nee, ik heb verder geen nieuws, verder geen mededeling. Ik heb lekker gewerkt vandaag, dieren verzorgd, brood gebroken voor de dieren, ganzen en eenden gevoerd, En lekker fiets, lekker mensen dan gezegd, mensen voor laten gaan. Was wel leuk. En dan gezegd tegen mensen, goede chic met schoenen. Hele goede chic mee, ze zijn even oud. Hele goede chic mee, zit super lekker. Adidas support, shoes. Echte Adidasjes, leuke broek, goed zeker met broek. Vandaag brood gebroken, met Geertje van Voorthuis erbij gepraat, meegewerkt en straks wat foto's in de Shopify app zetten. En voor de rest gewoon lekker chillen, morgen lekker volle bak op het werk. Tijd gaat hard, gaat echt heel hard. En ik word altijd misselijk dat het gewoon zo snel gaat, maar gewoon doorgaan, gewoon doorzetten, doorgaan. Positief blijven. Het wordt hartstikke mooi weer, we gaan gewoon door. En we het echt aftellen, want ik ga bijna naar Tsjechië. Eind juli ga ik naar Tsjechië met mijn ouders, super gaaf. 1 of 2 weken, moet ik even kijken. En ik ga zo meteen wel vlogs terugkijken van huisgenoten en dan mijn vlogs van andere mensen terugkijken. Dus ik ga vanavond een beetje een update avondje houden. En ik ga gewoon van 7:30 tot 8:00 in bad. Ga ik gewoon doen, dan gewoon voor mijn relaxtijd. En ik nou is iets eerder een vlog op. Normaal vlog ik pas als ik in bad ben geweest, maar nu even niet. Nu vlog ik nu dat ik gewoon goed in mijn vel zit. Ik was een beetje druk op het werk. Ik ga auto's. En ga ik gefietst. Ik heb muziek in de oren gehad, ging allemaal super goed. Zoals je ziet, mijn kopjes afwassen. Ik ga het nu meteen even doen, anders zet ik dat weer. En ik zie ook dat de medicijnen gevraagd moeten worden. Dus ik ga zo, morgen zo binnenkomen. Want vandaag is mijn begeleidster erin. Mijn begeleidster is ziek, ze kan. Ik heb gisteren goed verveld, ik heb gisteren al gevlogd van jullie. Dat was prima. En kopjes afwassen. Ik heb een goede dag gehad, lekker bijgebouwd, boema's. Hij heeft vandaag een kaper en een lama's gescoren. Supergoed, we hebben appeltaart op trouwens. Dat is wel lekker. Ja, dat is echt wel lekker. Mijn collega's had appeltaart gemaakt. Dat is heel goed gedaan. Soms moet je gewoon even zin maken en even de effect maken met collega's. Als ik nog een keer verstaan, dan moet ik gewoonlijk ook dat doen. Ik afspraak met mijn collega's. Ik ook heel erg verstaan. Ik heb een hele fijne werkgever, heel aardig, heel vriendelijk. Hij heeft altijd zin om te werken, dat is mooi. Ik heb ook wel zin om te werken. Ik heb een moeizame winter gehad en nu gaat het stukje beter. Ik heb altijd lang niet meer in de baan zien. Dat is goed.
En ja, de rest gaat wel prima. Ik ga eens goed in de vel. Goed slapen. Ik moet in bed komen nog even. Dat zit daar natuurlijk even waar ik goed slapen. En dit dan zelf. Dus niet aan het lagen zo. Dat komt uit, ik weet het anders. Ik zou anders niet mij lopen zetten, dus moet ik niet ophouden. We hebben een beetje problemen met huis hier, dus ik heb geen naam noemen. Maar die is wel aardig, alleen. Nee, laat maar. Dus ik woon voor mijn ding, dus ik heb je liefde hebben. Ik heb wel verteld over je andere huisgenoot, Jana. Die is al 2 weken weg bij ons. Zou goed naar zijn zin hebben, denk ik. Daar zijn we ook in elkaar mee, dus ik ben weg. Ik ga even een bak koffie zetten. Erbij komen. Ik ga even mijn tablet updaten. En zo muziek draaien. En een lekker chill avond van maken. En natuurlijk een bad halen. Dat is een goed deal. En de ene huisgenoot is weg. Ik ga er foto's maken op de natuur. Ook superleuk. Ik vind het mooi weer binnen zitten. En binnen de muziek te draaien kan ook wel slecht weer. Ik geef het hier in de groot gelijk. Ik heb een hartstikke leuke woning. Dan is ik druk met zijn ding. En nog steeds zou ik bezoekers krijgen dit jaar, is nog niet gekomen. Maar dan moet ik even afwachten wie er nog bij mij een keer bezoek ook gaat. Het is wel leuk om weer bezoek te krijgen, omdat mijn kamer weer geüpdate is. Dat lijkt me wel super leuk. Dat zal ik even vertellen. Morgen een keer cola. Ik kan morgen koffie op vertellen, ik kan thee. Dus ik ga in het begin waterfles meenemen dit keer. Hier ga ik water in doen. Super lekker. Ja. Ik heb de week gewerkt. Lekker dieren verzorgd. Lekker brood gebroken. Met Gertje en Grootheid samengewerkt. Met Jantina samengewerkt. Ging super goed. En ik weet dat heel veel mensen mij volgen op YouTube. En ik weet dat het heel moeilijk is om te abonneren als je alleen maar kan, een knopje kan drukken. Dus ik ga sowieso met de huisgenoot morgen even regelen. Dat ik mijn abonneerlink erop ga zetten, zodat ik meer abonnees krijg. Turks Apple, vond ik het van mijn vriendin gekregen, super lekker. Dus vrijdag zie ik mijn vriendin met het concert, super gaaf. Ik heb gisteren al lekker een videobel, dat was heel leuk, was gezellig. En zondag ga ik naartoe. Zondag gaan we het HPC inzetten, super leuk weekend voor de boeg. Ik heb heel erg zin in het weekend. Heb ik altijd, ook al door de week. Ik vind door de week tegenwoordig ook wel leuk. Ik heb ook veel zin om te werken morgen. Sowieso maar. Moet ik nog iets vertellen verder zitten te denken. Nou, ik heb een goede zicht met de knoppers. Ze zijn verrekte lekker. Ja, ik ging wel koffie zetten voor mezelf ook gezegd, toch? Ja. Dan doe ik een Duits kopje, want ik heb lang niet gedaan. Dit is mijn Duitse kopje. Die heb ik toen in Duitsland gekocht. Toen mijn ouders uit in het jaar groot waren. Dat was wel leuk. Ik zit er gewoon aan, want ik heb vanochtend nog geen koffie gedronken. Voor het werk. Ik heb geen zin in. En ik was een beetje laat in bed. Ik heb wel blinddoek gegeten. Het ging super goed. Het is gewoon prachtig weer buiten. Mensen zitten ook beter in hun vel. Alles gaat gewoon een stukje beter. En we kunnen allemaal tegenaan. Morgen lekker werken. Volle bak. Ik ga doen voor een paar collega's. En lekker uitmessen die hier zorgen. Maar hartstikke ziek met werk. Donderdag. Ik moet zeggen, is het leukste daar, want dan scheert ze voorthuizen. En zijn die andere collega's. Dus dat is super leuk. Ik wil wel stop met tv, daar ben ik wel eerlijk in. Wel jammer, maar soms moet ik keuzes maken. Maar dat is super cool. Steeds perfect nu. Ik heb het op. Ik ga even sleutel opruimen. Deze heb ik pas morgen weer nodig. Ik heb een goede schik met deze sleutel. Heb ik van mijn begeleider gekregen, dit ding. En de sleutel zelf. Met de waterkraan en de douchekop en zo. Sleutel, goede schik mee. En wat moet ik meer zeggen eigenlijk? Dat was allemaal prima, ik zit goed in mijn vel. Ik
heb eigenlijk weer vaste dingen die ik vertel, maar dat komt gewoon goed. Het gaat gewoon goed met mij, jongens. Ik moet heel even kort wat vertellen, iets over mijn relatie. Ik weet dat Sarah ook mijn Vox kijkt. Ik weet dat ze het wel gewaardeerd hoe ik best doe met alles. Ik hou veel van haar en dat is heel mooi. Oké, zeker. Ik wil er wel trots op haar hoe ze me volhoudt. Hoe ze doorzet met alles. Doorzet met deze relatie. Moet gewoon niet mee met mij. Wat doe ik mee met haar? Het is gewoon topper. Dat is mijn beste vriendin. Mijn meisje, mijn vriendin, mijn lieverd, mijn meisje. En ja, ik ben gewoon heel blij met haar en dat wil ik gewoon even zeggen. Dus Rian, deze is voor jou. Ik hou van je. Trots op je meid. En ik ga van het weekend heel rustig aan over Rian. Dat wil ik even zeggen. Ik zeg op geen idee om naar het kanaal te blijven of je het leuk vindt. Fijne avond, ik kom straks van beatboxen naar het bad. En dan zie ik me volgende video, tot morgen of zo. Fijne avond, in ieder geval. Geniet van het mooie weer. Het is vandaag woensdag 18 april 2018. Hele fijne avond en dan zie ik me volgende video. Ciao.